Ik zing dit lied voor jou alleen, omdat ik zoveel van je hou. Omdat ik weet dat jij alleen dit lied graag horen zou. Een ontdekkingstocht door de Nederlandse amusementsmuziek van weleer met Timo Hovenkamp. Nog pas 16 en op de HBS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zei hij zacht tot haar: als ik tweemaal met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, dan wacht ik voor de deur. In zijn radio- en televisie-encyclopedie van 1956 besteedde J.J.L. van Zuylen ruim aandacht met foto's aan de loopbaan van Max van Praag. Over diens carrière schreef de auteur dat hij opklom van magazijnbediende, kantoorbediende, ambtenaar bij de belastingen, zanger, radiocorrivee en grammofoonplaatartiest. Vandaag gaan we kijken naar de mooie geschiedenis van Max van Praag en luisteren naar zijn goede muziek. Zij werd een jonge dame en hij een jonge man. En als hij haar kwam halen, zei ma er niets meer van. Maar vroeg zij bij een afspraak: weet je hoe laat je komt? Dan was nog net als vroeger het antwoord altijd prompt: als ik tweemaal met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, dan wacht ik voor de deur. Dan ren je naar het venster toe en kijk je door de ruit. Je tikt en knikt, ja ja, dan rijd ik pas vooruit. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, dan betekent dat kom snel. Zij gaven na een tijdje elkaar hun woord van trouw en leven nu al jaren tevreden als man en vrouw. Maar als hij van kantoor komt, dan dreigt het scheef te gaan. Want doet zij niet gauw open, geeft hij haar te verstaan. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, dan weet je het wel, dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, dan hang ik voor de deur. Dan hol je dadelijk naar de trap en ruk je aan het touw. Je zoekt mijn toffels en mijn krant, daarvoor ben je mijn vrouw. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, dan betekent dat kom snel. Ik heb maar 5,84 gulden en toch hou ik zoveel. Vader Mozes van Praag zat in de muziek. In 1900 begon hij een pianowinkel. Later kon je in de Andreas Bondstraat ook grammofoonplaten kopen. Mozes had hoge verwachtingen van deze moderne technologie. Platen met een constante snelheid van 78 toeren per minuut. De zaak heette His Master's Voice en kwam in 1934 op spuit nummer 6 terecht. Zoon Jaap werd de directeur in de jaren 30. De winkel was een begrip in Amsterdam. Max werkte in het begin van zijn werkzame leven in het Oost-Indisch Huis aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Als ambtenaar verdiende hij daar geld op het kantoor dat zich bezighield met de wegenbelasting van auto's en fietsen. Onder het saaie werk begon hij te zingen.
Max zorgde dan ook voor live arbeidsvitamine, zong allerlei liedjes, vertelde tussendoor moppen zelfs. Hij hield ervan de boel met bekende liedjes te vermaken, ook buiten kantoor. Vrienden spoorden hem al snel aan om er meer mee te doen, er mee door te gaan. Het zwarte goud van onze mijnen lokt jong en oud diep in de schacht. Daar zal voor hem geen zon meer schijnen, want in de mijn regeert de nacht. Bij het Cabaret de Onbekenden, een talentenjacht van de VARA-radio, werd Max in 1936 ontdekt door de stem te imiteren van Louis Davids samen met de zanger Bert van Dongen. Regelmatig mocht hij voortaan met Davids imitaties in VARA-programma's optreden. Aan de overwinning van Van Praag zat echter wel een scherp kantje. De populaire Louis Davids was in conflict geraakt met de VARA en overgestapt naar de AVRO. Om het gat te vullen arrangeerden de VARA-imitatoren, die hoog scoorde bij de toehoorders. Davids hield er een flinke wrok aan over jegens de VARA. Tegelijkertijd kon Max van Praag zijn eerste stappen in de amusementswereld zetten. Ik ken een schippersdochtertje, dat meisje heet Annette. Daar had de stuurman Jansen zijn zinnen op gezet. Hij sprak tot haar, ik hou van jou, je bent me alles waard. Ik wil zonder jou niet leven, maar Annetje zei bedaard. De beste jongen, wat kan ik er nou aan doen? Het is geen kwestie van een handje of een zoen. Ik vind je aardig, maar wat heb je daar nu aan? Als ik je lief had, zou mijn hart wel sneller slaan. Mijn beste jongen, wat kan ik er nou aan doen? Het is geen kwestie van een handje of een zoen. Want als ik ja zeg, dan zit ik maar met de last. En dan zit jij maar met de poppenkast. Toen Jans de tweede stuurman werd, ging hij er weer op uit. Vroeg aan de schippersdochter, doe schatje, word mijn bruid. Ik voel me als een schip dat in de mist niet verder kan. Annette zei toen het volgende en keek hem troostend aan. De beste jongen, wat kan ik er nou aan doen? Het is geen kwestie van een handje of een zoen. Ik vind je aardig, maar wat heb je daar nu aan? Als ik je lief had, zou mijn hart wel sneller slaan. Mijn beste jongen, wat kan ik er nou aan doen? Het is geen kwestie van een handje of een zoen. Want als ik ja zeg, dan zit ik maar met de last. En dan zit jij maar met de poppenkast. Toen Jans de eerste stuurman werd, dacht hij wel sapperloot. Dat ik maar steeds de bons krijg, dat is toch idioot. En smekend sprak hij, word mijn vrouw, je bent toch geen begin. O nee, zei toen Annette, want ik ben verloofd met de kapitein. Mijn beste jongen, wat kan ik er nou aan doen? Alles natuurlijk. Het is geen kwestie van een handje of een zoen. Ja. Ik vind je aardig, maar wat heb je daar nu aan? Niet veel. Als ik je lief had, zou mijn hart wel sneller slaan. Mijn beste jongen, wat kan ik er nou aan doen? Het is geen kwestie van een handje of een zoen. Ja, ja. Want als ik ja zeg, dan zit ik maar met de last. En dan zit jij maar met, en dan zit jij maar met, en dan zit jij maar met de poppenkast. Je ging de wijde wereld in, de zon tegemoet. Max leerde zijn toekomstige vrouw, Sari Horneman uit Boskoop, in 1937 kennen. Het Joodse gezin was in Amsterdam komen wonen. Max en Sari zaten samen in culturele clubs, waar ze toneel speelden en zongen. Sari schreef zelfs bovendien teksten voor nieuwe liedjes van Max. Na de inval van de Duitse nazi's in 1940 kreeg Max als Jood vanzelfsprekend te maken met beperkingen
en mogelijke deportaties naar Westerbork en vernietigingskampen. Na de machtsovername van de nazi's waren Max en Sari nog een tijdje actief in het Joodse verenigingsleven. Max zong en trad op als conferencier. Het duo Johnny en Jones was in die tijd op identieke manier voor de Joodse gemeenschap in de weer. In april 1941 trad Max met Sari in het huwelijk. Al snel waren er incidenten en razzia's, die gelukkig goed afliepen. In 1942, toen de deportaties begonnen, begreep Max dat het ernstig was. Max en Sari besloten om onder te duiken. Het jonge echtpaar kwam terecht in Poskoop, de voormalige woonplaats van Sari. Het echtpaar overleefde gelukkig de oorlog en in juni 1945 kon Max zijn 32e verjaardag vieren. In een gedicht voor Sari uit 1953 zette Max op papier: wat hebben we in het begin samen doorgemaakt, in vrees en angst, elkaar steunend in liefde en trouw. Zo zijn we de moeilijke jaren van de bezetting doorgekomen. Eerst na de oorlog zijn we begonnen te leven. Al denkt ze dat je haar vergat in het verre vreemde land. Zij heeft alleen aan jou haar hart verpand. Het zwerven maakt een mens zo moe. Neem dus een besluit. Bij haar rust je werkelijk pas uit. Ik hoor nu meer en meer, precies als vroeger weer, een sinaasappelventer en die roept weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van oranje weer, sinaasappelen zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, ik heb ze elke maat, bijt er eens in het sap langs je kin, zo roept de man op straat. Oh, daar zijn de appeltjes van oranje weer, sinaasappelen sla een kistje in. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor lauw. En van je hele holle houdt er de moed maar in. En van je hele holle houdt er de moed maar in. Max was al snel weer actief bij de radio na de oorlog. Overdag werkte hij bij een bedrijf. 'S Avonds wilde hij weer op de planken staan. Zo trad hij op met een accordeonorkest onder leiding van Jan Vogel, dat geld inzamelde voor het comité Nederland helpt Indië. De organisatie hielp bij de repatriëring van landgenoten uit de Oost en stuurde bovendien een schip vol hulpgoederen naar onze kolonie aan de andere kant van de wereld. Zijn stem mocht Max ook laten horen tijdens de uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep. Bovendien haalde hij de band aan met de VARA, die hem in de jaren 30 had binnengehaald. De omroepen moesten er vanaf 1945 alles aan doen om erkend te worden bij de overheid en het publiek. Artiesten konden ze goed gebruiken voor publiciteit. In plaats van Radio Herreizend Nederland, provisorisch opgericht als een soort BBC, wisten de VARA en andere omroepen hun greep op het bestel te herstellen en daarmee hun bestaansrecht te verzekeren. In 1946 voerden ze volop propaganda om hun ledenaantal op te voeren. Impresario Charles Aerts kreeg opdracht om promotietournees te organiseren, onder andere met Max van Praag. Max van Praag werd de vaste vocalist van Jan Vogels Radio Accordeonorkest. Door zich met zijn bronzen stem en onopgesmukte voordracht aan de omroep te verbinden, werd hij een publiekstrekker, ook in het schnabbelcircuit. Een avond met Max is een geslaagde avond, liet hij op zijn briefpapier zetten. In 1947 trad Van Praag tevens als plaatartiest naar voren. Hij sloot een contract af met Decca, de platenmaatschappij van Philips. Bij de eerste zwarte schijf, daar zijn de appeltjes van oranje weer, liet hij zich opnieuw begeleiden door Jan Vogel. Jaap Valkhoff trad op als arrangeur. André Meurs maakte de vertaling van de Amerikaanse song I've Got a Little Bunch of Coconuts. Thank you.
Leven is mooi, maar het noodlot is wreed als je van elkander moet scheiden. Je ziet in de ogen dan droefheid en leed, je hart voelt de smart en het lijden. Dan kijk je elkander nog eventjes aan en fluistert bewogen, ja nu moet je gaan. Het was alles zo mooi, maar voorbij weer zo gauw. En ik hou van jou. Op de sluizen van IJmuiden heb ik jou vaarwel gekust. Op de sluizen van IJmuiden stelde jij me weer gerust. In het radiovak werd Max geprezen. Violist Frans Pop die zei: hij is makkelijk om aan te horen. Hij kon makkelijk melodieën onthouden. Dat was zijn talent. Herman Stok, eveneens van de VARA, werd geciteerd: hij was professioneel. Zijn uitspraak was perfect. Hij gedroeg zich niet als een ster, maar hij was het wel. Omroepman Joop de Roo zei eens: met een warme stem articuleerde hij prachtig en was een sociaal voelend mens. Hij geloofde in wat hij zong. Ook andere liedjes in die tijd, zoals Als de klok van Arnhem-Muiden uit 1949 met een tekst van Dico van der Meer, deden het goed bij het publiek. Maar niet bij alle collega's. Met name Lou Bendy, een oudere rot in het vak, zou ze schamper over hem uitgelaten hebben. Max, je staat hier nu wel, maar je kent het hele vak niet. Weet je wel dat er in Arnhem-Muiden helemaal geen klok is, zou Lou Bendy gezegd hebben. Max had een streepje voor bij de VARA. Hij kon meer dan alleen zingen. Zo verdrong hij ook Eddy Christiani bij die omroep. In zijn autobiografie legde de gitarist-zanger Eddy vast: Max had een heldere dictie en een mooie stem. We stonden allebei Nederlandse liedjes te zingen in een genre dat veel overeenkomst vertoonde. Toen ging ik maar helemaal weg bij de VARA. Evenals Louis Davids in 1936 stapte hij over naar de AVRO. Er zou een vriendschap zijn tussen de twee radiosterren, maar dat Eddy Christiani's fietssucces Spring maar achterop uit 1955, min of meer een reactie was op Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel, gaf aan dat er toch enige concurrentie was. Elkander weer op de sluizen van IJmuiden heb ik jou vaarwel gekust. Op de sluizen van IJmuiden stelde jij me weer gerust. Kon mijn tranen niet bedwingen, het afscheid nemen deed ons zeer. Op de sluizen van IJmuiden, daar zien wij elkander weer. De positie van Max van Praag bij de VARA werd eind jaren 40 steeds sterker. Hij was de onbetwiste ster van de omroep, de huiszanger. Hij had wel 3 of 4 programma's in de week. Een opinieonderzoek eind jaren 40 wees uit dat hij de populairste zanger van Nederland was geworden. Halverwege de jaren 50 taande helaas zijn populariteit. Bij de enquêtes van het muziekblad Tuny Tunes moest hij de eerste plaats prijsgeven aan de 5 jaar jongere Eddy Christiani, die nog met enige regelmaat hits uitbracht. Toch raakte het Nederlandstalige genre in het algemeen langzamerhand uit de gratie. Zeker bij de jongere muziekliefhebbers die zich lieten meeslepen door het ritme van de rock'n'roll en hun neus ophaalden voor oudbollige liedjes als die van Max van Praag. De zanger begon nevenactiviteiten te organiseren. Zo zette hij het Loosdrecht Jazz Concours op in de botenloods van Jachthaven van Dijk. Ook blies hij het cabaret De Onbekende, waar hij zelf ontdekt was, nieuw leven in, eveneens bij Van Dijk. Bovendien nam hij vanaf 1954 bij Radio Luxemburg plaats achter de microfoon om grammofoonplaten aan te kondigen. De artiest werd dus langzamerhand meer zakenman dan zanger, toch bleef hij voorlopig nog zingen en platen maken. Max stond ongeveer elke maand in de Tuny Tunes, dat de overgang naar een nieuw muziektijdperk mooi illustreerde.
Nieuwe jeugdidolen als Willeke Alberti, Imca Marina en Rob de Nijs kondigden een volgend tijdperk aan. Maar het oude was er in de vorm van Max nog steeds. In de Tuny Tunes van augustus 1959 stond op de voorpagina Lloyd Price aangekondigd, die in hitparade stond met Personality. Verderop in het blad is de tekst van een liedje van Max van Praag, dan 46 jaar, geschreven dat gedateerd aandeed. Geef mij maar mijn duiven, die maken mij blij. Mijn lust en mijn leven zijn duiven voor mij. Ik breng ieder vrij uurtje op het dak voor ze door. Wat jij me plechtig beloofde, leek later ijdel te zijn. Na enkele dagen was jij me vergeten en dat doet pijn. Meisje lief, wat heb je op je geweten? Meisje, wat heb jij me kwaad gedaan? Ik kan niet meer werken, niet meer eten. Al mijn levenslust is naar de maan. Dat ik jou, mijn schat, heb leren kennen, was heel treurig voor ons allebei. Ik ging van je houden, maar ik kan je niet vertrouwen. Meisje lief, je bent geen vrouw voor mij. Had je niet die mooie blauwe ogen? Had je niet dat ravenzwarte haar? Dan was ik er nimmer in gevlogen. Was er nimmer voor mijn rust gevaar? Jaap van Praag, Max' oudere broer, opereerde ook na de oorlog succesvol als platenwinkelier. Max besefte tegelijkertijd dat hij vooruit moest kijken. De jeugd beschikte over steeds meer geld om grammofoonplaten te kopen. Max wilde een eigen zaak beginnen, net als zijn broer. Hij zag zichzelf niet nog 20 jaar op podia staan en avond na avond van de ene feestzaal naar de andere door het land toeren. Aldus geschiedde. Op 5 september 1959... een maand na het artikel over de zanger en zijn duiven, opende Max van Praag een platenwinkel in Utrecht, aan de Amsterdamse Straatweg 148A. Van Praag maakte gebruik van zijn netwerk. Tal van beroemde artiesten kwamen op bezoek en hielpen mee de verkoop te stimuleren, zoals de Forjo's, de Selvera's, de Rocco Granata en de zangeres zonder naam. Ook de Blue Diamonds wist hij te strikken. Max, met zijn omroepervaring, bleek een voortreffelijke PR-man te zijn. Bij het bezoek van tieneridool Connie Froboes was er een ware volksoploop. De politie moest de menigte in bedwang houden, meldde het Nieuw Utrechts Dagblad. Er mochten niet meer dan 10 klanten tegelijk naar binnen om een plaat te kopen, voorzien van haar handtekeningen. Van Praag organiseerde feestavonden voor zijn klanten, met optredens van Willy Alberti, Johnny Hoes, Rita Corita, Ria Valk, Mieke Telkamp, Schriebel en Hoepets en de Jumping Jewels met Johnny Lyon. In 1964, het jaar van de grote doorbraak van de Beatles en de Stones, ontving Max nog als zanger de Gouden Harp van Konamus. Een oeuvreprijs voor mensen met bijzondere verdiensten voor de amusementsmuziek. Na bijna 20 jaar en duizenden optredens was voor Max het applaus definitief verstomd. Hij concentreerde zich nu volledig op zijn werk als platenwinkelier in Utrecht. Max van Praag overlijdt in 1991 aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Een groot artiest liet een groot oeuvre na. Geef me je kleine handjes allebei. Ik ben zo trots op mijn kleine vrouw.